Welkom bij de 6.1 Biocast. Het begin is er. En hier zie je een van de beginnetjes. Hier zie je spermacellen. En rechts zijn ze al gezuiverd. Want één daarvan gaat gebruikt worden voor IVF, in vitro fertilisatie. Ook wel reageerbuisbevruchting genoemd. En er wordt een zaadcel uitgezocht en die wordt opgezogen. En dan wordt die ingebracht in een eicel. Hier wordt de zaadcel opgezogen. Net zag je de eicel. En de zaadcel wordt geïnjecteerd in de eicel. En daarbinnen kan dan het versmelten van beide kernen plaatsvinden. Hier nog een keer het injecteren van de zaadcel. Nog een keer het opzuigen van de zaadcel. En dan kunnen de eerste delingen plaatsvinden. ...6.1 heet het begin is er. En zo ontstaat dat begin, tijdens de geslachtsgemeenschap. En een zaadcel, hier zie je hem, die ligt te wachten in de bijbal. En op het moment dat een man een orgasme krijgt, gaat hij onderweg. Hier versimpeld weergegeven, want je komt natuurlijk een aantal klieren tegen. Hij komt terecht in de vagina bij de baarmoedermond, gaat door de baarmoeder en door de eileider op weg naar de eierstok. En als hij ongeveer hier is en hij heeft geluk, dan komt hij een rijpe eicel tegen. Oftewel rijp, in 6.2 merk je dat hij nog niet helemaal rijp is. En daar op die plek vindt de bevruchting plaats als het goed is. Hier zie je de zaadcel aankomen. De kern gaat naar binnen, de twee kernen versmelten en op het moment dat de eerste zaadcel naar binnen gaat, wordt het membraan al ondoordringbaar voor andere zaadcellen. En hier zie je een heleboel zaadcellen rondomheen. Dit is een morula, de eerste celdelingen hebben plaatsgevonden. En hier kijk je naar een kikkerembryo dat zich gaat delen, eerst in tweeën. Dan in vieren. En dat is ongeveer zoals het ook bij een menselijke zygote gaat. Die gaat zich ook delen. En er ontstaat een blastula. En je ziet dat die delingen van die kikkereieren zo ongeveer gelijk opgaan. In die eerste delingen wordt de cel steeds kleiner. De cellen worden steeds kleiner. Er komt een groter aantal, maar er is geen celgroei. En hier zijn de cellen aan het differentiëren en zie je een kikkervisje ontstaan. En dan is die bijna zo groot dat hij uit zijn omhulsel kan. Kijk, en daar is het kikkervisje. Hoe gaat het bij mensen? Iets anders. Maar ook een hoop hetzelfde. Dit is een blastula. Dit zijn de trofoblasten en die maken een hormoon. HCG, humaan chorion gonadotropine, en dat is het hormoon wat je aantoont met een zwangerschapstest. Dit is de blastula-holte en daaronderin het gele, dat is de kiemschijf. Daar ontstaat het embryo uit. En dat gaat in een aantal stappen.
Dit is de eerste stap. Dit is alweer een poosje verder. En hier zie je al echt een embryo groeien. En die fases bekijken we eventjes. Hier zie je het amnion, de amnionholte die later het amnionvlies wordt. De amnionholte. Hier zie je de hechtsteel. En de hechtsteel gaat later verdwijnen. En dan verandert die in de navelstreng. Dus die zie je niet bij de derde fase, die hechtsteel. Dit is het dooierblaasje. En die zie je na verloop van tijd steeds kleiner worden. Omdat het embryo dan op een andere manier voeding krijgt. Dit is het chorion. De chorionholte, die later het chorionvlies wordt, zoals je daar onderin ziet. Hier zie je het hart. De eerste fase is die nog niet aanwezig, de tweede wel. En ook de derde, embryonale hart. We kijken nu naar de placenta. En de placenta is alleen bij de laatste twee fases aanwezig. Hier de navelstreng. En hier de darm, de embryonale darm. En het amnion en het chorion, de twee vliezen. Hier zie je nog een keer de plaatjes tegelijkertijd op een andere manier weergegeven. En hier hebben we de placenta. Onderop zie je de navelstreng, dus dit zijn de placentavlokken. Dit is de ruimte met moederlijk bloed. Dus je ziet al dat de placenta van twee individuen is. De navelstreng zie je daar. Met de navelstreng slagaders, daar heb je er twee van als embryo. En de navelstrengader, daar heb je er één van. En de slagader en de ader van de moeder zie je ook. Dit is zuurstof en voedingsstoffen die hier verbeeld worden in het bloed. En dit is koolstofdioxide en andere afvalstoffen. Hier komt het bloed van de moeder aan. Komt de ruimte in de ruimte van moederlijk bloed. En dan gaan de voedingsstoffen en de zuurstof die gaan over naar de placentavlokken. En gaan dan zo naar het embryo toe via de embryoader. Koolstofdioxide en andere afvalstoffen die komen aan via de navelstreng, slagaders, placentavlokken, ruimte met moederlijk bloed. En die gaan zo met de aders van de moeder verder. Hier zie je nog een keer de kant van het embryo. Je kijkt naar een navelstreng, de kant van de moeder, de slagaders en de ader. Heel veel schadelijke stoffen worden tegengehouden door de placenta, maar niet allemaal. Het zal duidelijk zijn dat roken, alcohol, drugsgebruik en medicijnen slecht zijn voor het ongeboren kind. Dit was hem alweer, de 6.1 Biocast. Veel succes met studeren.